Hoe loopt de verkoop tot nu toe? Nou, gaat hartstikke leuk. Gaat mooi. Het is wel wat rustiger dan vorig jaar. En ja, we gaan ervan uit dat alles wat later op gang komt. Dus dat zal dit jaar ook alweer gebeuren. En toch, mensen zijn allemaal wel vrij positief en leuk. Het gaat mooi, ja. Heb je veel nieuwe producten dit jaar? Ja, heel veel vreselijk veel nieuwe producten. We zitten denk ik op 80% nieuw, wat we vorig jaar niet hadden. Dus we gaan echt voor het nieuwe en ook het, nou, weer toch weer groter. En in de prijs willen we toch ook wat doen. En dat gaat uitstekend. Dat zien we ook gewoon, dat er meer besteld wordt qua kleine potjes. En ja, toch wel dat mensen wat meer het gevoel hebben dat ze wat, nou, echt wat moois hebben. Nou, dat lukt aardig. Dat hebben we toch wel goed gedaan dit jaar, denk ik. Op dit moment hebben we 6 importeurs waar we vuurwerk van betrekken. Dus en daar zoeken we eigenlijk de mooiste producten uit. En wat wij prijstechnisch en kwalitatief goed vinden, dat willen we verkopen. En dan hebben we zelf nog 3 producten die we in China laten maken via een importeur. En dat is net wat exclusiever. En, ja, onze eigen ideeën laten we daarop lossen. Dat laten we maken in China. Het bestedingsbedrag is toch wel aardig, wel hoog. Het valt me niet mee. Mensen die wel echt wat willen hebben, die gaan ook echt voor het goede vuurwerk. En die geven er toch wat meer aan uit dan de meesten. Dus wel, wat voor bedrag moet je dan denken? Ja, 100 plus gemiddeld in de voorbestellings. Dus dat is wel een... En dan zie je toch dat er mensen zijn die wat meer potjes nemen. Dus wat kleinere. En dan gewoon meer ervan. Dat ze zeggen van ja, we willen toch een beetje de aard spreiden. En dat is toch leuk. Hebben jullie al controles gehad? Jullie hebben alles goed voor elkaar? Ja, alles is weer geregeld. Controles, het is de eerste verkoopdag, zijn vanmorgen geweest. Verwachten dat elke dag wel in controle komt. Nou, het was vanmorgen allemaal weer goed. Het was, alles is weer nagelopen. En nou ja, we hebben verder geen puntjes wat minder is. Of wat alles loopt zoals goed is. De tijden zijn ook veranderd van afsteken van vuurwerk. Dat kan vanaf nu, vanaf 6 uur 's avonds. Heb je daar ook nadeel van? Ja, nou ja, goed, nadeel van, ik vind het zelf gewoon hartstikke jammer. Kijk, ik heb ook kinderen en die zijn ook groot geworden met vuurwerk overdag. En de kleine dingetjes wat afsteken en gewoon het fun om iets leuks te doen. En ja, ik vind dat wordt nu ontnomen, nou ja, door de regering onder andere. Ik vind het jammer. Het is 1 dag in het jaar en dat je dat gewoon gaat verbieden. Ik vind het zonde. Ik denk dat er heel veel die vinden het toch jammer dat het niet meer kan. En dat is een stukje, ja, daar verkoop je minder door. En vooral het kinderspul wat die wil afsteken. Het leukigheid, dat is nou weg, hè. Wat geef je gemiddeld uit? Nou, ik heb nu gemiddeld ongeveer rond de €250 uitgegeven ongeveer voor vuurwerk. Ja. En de voorgaande jaren? Iets meer. Ik vond nu voor de kleins iets minder, want ze hadden onwijs veel over vorig jaar. Dus ik dacht nu wat minder voor de kleintjes. Ja, veel rotjes en wat potjes. Ja, allemaal leuk spel. Ja. En jij? Alleen rotjes en nog. Ik krijg ook nog andere vuurwerk. Wat voor dingen vind je nou zelf het leukst? Rotjes en vuurpijlen. En jij? Meer ook wel illegaal. Illegaal vuurwerk? Ja. Wat voor dingen denk je daarna? Nitraten, vlinders, alles veel. Dat is wel aan te komen? Dat weet ik nog niet. En wat heb jij voor leuks? Alleen rotjes. Alleen rotjes? Ja. Vind je dat leuk? Ja. Wanneer ga je dat?